Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast en dat is Thierry Boudet. Bedankt voor de uitnodiging. Een bekende naam, landelijk althans. Mensen die jou niet kennen, wie ben jij? Ik ben Thierry Boudet en ik ben de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Dat is een nieuwe politieke partij die op 15 maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. En wat wij eigenlijk willen is de stem van de Nederlandse bevolking veel beter laten doordringen in Den Haag. We hebben eigenlijk geconstateerd dat de politieke partijen voortdurend met elkaar onderhandelingen, coalitietjes sluiten en het op een akkoordje gooien. Of het nou VVD wordt waar je op stemt of Partij van de Arbeid, ze gaan dan toch weer samen. En ze bedisselen onderling zoveel zaken die helemaal niet in ons belang zijn, die ook niet tegen uitdrukking zijn van de wensen van de Nederlandse bevolking. Mm-hmm. En dat moet veranderen. Dus daarom gaan wij naar Den Haag om de politiek open te breken. Wie is wij? Er zijn heel veel mensen die Forum voor Democratie nu al steunen. Paul Cliteur, Paul Frentrop, Theo Hiddema zijn een paar namen. Er zijn nog veel meer namen op onze website www.fvd.nl. Goed. Hey, je bent relatief jong. Hoe is het zo gekomen, om het maar even plat te zeggen? Nou, eigenlijk heb ik politieke zeg maar, gevoel gekregen toen Pim Fortuyn opkwam. Dat is eigenlijk het moment dat het begon. Dat is het eerste jaar van mijn studententijd. Ik was 18 toen Fortuyn opkwam. En ik heb dat gezien als een soort eye-opener. Ineens kwam er een verhaal binnen waarvan ik dacht, ja, dat klopt. Zo zit het in elkaar. En toen werd hij natuurlijk vermoord, vreselijk verhaal. Toen kwam Wilders op en heb ik lange tijd gedacht dat hij misschien het verhaal zou vertellen en ons een stem zou geven. Maar ik heb het idee dat dat toch is uitgewerkt, dat hij roepende is aan de zijlijn en niet mee gaat doen met een verandering in Nederland. Maar eerder een aantal dingen die waar zijn. Ik neem ook 100 hoeden voor hem af, ik heb groot respect voor hem. Maar ik zie Geert Wilders eigenlijk niet echt de verandering brengen in Nederland. Nou, het is natuurlijk makkelijker. Je ziet dat niet alleen bij de PVV, zit het overal. Er wordt geroepen als het maar uitkomt, hè? Op dat moment. Bijvoorbeeld grenzen dicht. Ja, technisch helemaal niet te doen natuurlijk. Ja, dus hij schiet door in een extreem en dat is onhaalbaar. En dan denken mensen, laat het maar liggen, we gaan wel zonder hem. En dan vervolgens gebeuren er allemaal dingen die we helemaal niet willen. Dus je hebt volgens mij een nieuwe partij nodig, dat is heel belangrijk, die constructieve alternatieven formuleert. Maar die wel heel duidelijk ook zegt waar het nu niet goed gaat. En dat is wat je natuurlijk bij de gevestigde partijen niet ziet, omdat die nu al aan het voorsorteren zijn op een nieuwe coalitie. Nou, met alle respect, hè, op dit moment zijn er al heel veel partijen. Die van jou, die komt daarbij. Hoe ga je het verschil maken dan? Ja, er is gezonde concurrentie. Op 15 maart is er echt iets te kiezen. En ik denk dat Forum voor Democratie zich onderscheidt aan de ene kant van de gevestigde partijen, in dat wij veel duidelijker de problemen benoemen. De open grenzen, de euro, het totale gebrek aan transparantie in de democratie in Nederland. Maar dat wij ons ook onderscheiden van de andere anti-gevestigde orde partijen, in dat wij veel constructiever zijn in de alternatieven. Dus wij komen met plannen. We hebben nu net een plan voor sanering van de publieke omroep gepresenteerd. Ja, was ik ook wel benieuwd naar. Hoe gaan we dat doen? Nou, er is nu gaan ongeveer 900 miljard per jaar naar de publieke omroepen. En je kunt best zeggen, dat is belangrijk. 900 miljard? 900 miljoen. Ja, precies. Dus een kleine miljard. Ja. En heel veel geld. Ja. Belastinggeld. Ja. En wat je nu ziet is dat er eigenlijk heel duidelijk een aantal politieke standpunten worden gepropageerd. Met name linkse standpunten. Pro-immigratie, pro-EU. Er wordt ook voortdurend schamper gepraat op al die televisieprogramma's over de mening van de bevolking. Ons referendum van 6 april. Mm-hmm. Het was allemaal vreselijk. De Brexit. Men wist zeker dat de Britten niet uit de EU gingen. Er is eigenlijk alleen maar anti-Trump campagne gevoerd op de publieke omroep. Net zoals anti-Rusland, maar goed. Anti-Rusland, noem het allemaal op. En dat moet veranderen. Hoe ga je dat aanpakken dan? Wij willen dat de presentatoren, maar ook de bestuurders van de publieke omroep bekendmaken wat voor politieke partijkleur ze hebben en of ze ooit lid zijn geweest van een politieke partij. Dat moet allemaal openbaar zijn. Wij willen dat dat er een ombudsman wordt benoemd, waar wij allemaal klachten kunnen indienen over het gebrek aan objectiviteit van al deze programma's. En dat die ombudsman ook maandelijks verslag moet uitbrengen van de binnengekomen klachten en wat hij daarvan vindt, wat daarmee te doen. Is dat een model wat haalbaar is? Ik denk het wel. Ik denk dat dit typisch een voorbeeld is van een hele realistische hervorming. Kijk, heel veel mensen klagen ook wel, dus hoor je klagen over de NPO, maar hij komt niet met een alternatief. Nee. Wij wel. Ja. Nou, dat is mooi.
toch wel even benieuwd naar, hè? Die wijsheid, dat verschil wat je wil gaan maken volgend jaar. Hoe ga je dat bereiken? Kijk, op 16 maart gaan we een versnipperde Tweede Kamer zien met veel partijen die relatief weinig zetels hebben. Er zal een linkerblok zijn waar geen regering mee gevormd gaat worden rondom SP. Er gaat een rechterblok zijn waar geen regering mee gevormd rondom de PVV. Dus je krijgt een rompkabinet, een rompcoalitie, waarin het aantal zetels dat wij gaan halen, we zitten nu op 6 zetels in de peilingen en ik denk dat we gaan door naar 10, 11, een beslissende factor wordt. Onze belangrijkste inzet in die onderhandelingen, coalitieonderhandelingen, wordt een bindend referendum, zodat de stem van de Nederlandse bevolking vanaf dat moment direct kan gaan doordringen. En wij willen daarnaast gekozen burgemeesters in 2018 in alle gemeentes in Nederland, zodat je niet meer de situatie kan gaan krijgen die nu ook bijvoorbeeld hier in dit deel van Nederland is ontstaan, waarin allerlei AZC's werden geplaatst, gewoon tegen de wil van de bevolking in, omdat die burgemeester van bovenaf neergezet is in Tiel, in Geldermalsen enzovoort. En dan opdracht kreeg om dat te doen. Precies, maar goed, dus waar trek je dat door? Waar trek je dat door? En tot hoever trek je dat door? Wat? Nou, ik bedoel daarmee te zeggen, waar is het er nog een professional en waar niet meer? Ik denk dat de bevolking heel goed in staat is om dat te beoordelen. Kijk, heel veel van die burgemeesters die we nu krijgen, dat zijn afgedankte partijkartelpolitici. Dat zijn mensen die hebben vaak al hier en daar ellende veroorzaakt, hebben slecht bestuurd, maar die worden gewoon weer burgemeester ergens, gewoon omdat ze in het kringetje zitten. De baantjes carousel. Er zijn ongeveer 10.000 mensen in Nederland die ronddraaien in het circus en die mogen daarna weer een bestuurder worden bij de publieke omroep. Dan krijgen ze weer een hoge of een baantje functie bij de zorgverzekeraars. En Nederland is eigenlijk een soort kartelland geworden. En die burgemeesters, die vallen daar ook onder. Daar is heel veel gebrek aan kwaliteit. Daar is heel veel onvermogen om te besturen. En wat zo mooi is in democratie, is dat de bevolking zelf elke 4 jaar die mensen kan afrekenen. Dus als je niet tevreden bent met je burgemeester, dan kun je hem wegsturen. Dan kun je een ander kiezen. Ja, en dat kan, kan nog niet. Dat kan nu niet. Nee. En dat moet. In alle landen in Europa mogen mensen gewoon hun burgemeester kiezen. Wij niet. Waarom niet? Ja. Nou, dat zijn mooie vragen die je inderdaad gewoon kunt stellen. Dat Forum voor Democratie. Noem eens een paar kernpunten op waarvan je zegt van nou, die vent ga ik stemmen. Nederland moet uit de euro. Waarom? Omdat de euro het onmogelijk maakt voor ons om uit de economische crisis te komen. De euro remt onze herstel van onze economie, omdat wij ontzettend veel moeten betalen. Ten eerste aan Zuid-Europa, ten tweede omdat we allerlei begrotingstekortmaatregelen moeten nemen die nu niet goed zijn. We moeten juist investeren in de economie, zodat we weer gaan groeien. Mm-hmm. En ondertussen is het ook nog eens een keer bijzonder asociaal voor Zuid-Europa. Ik ben net in Athene geweest, ik heb daar de situatie gezien. 60% jeugdwerkloosheid, 25% algemene werkloosheid. Wij doen dat Zuid-Europa aan. Het is een waanzinnig project, daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. Tweede is dat we moeten herstellen de normale betrekkingen met Rusland. Nederland is een handelsland. Wij hebben het afgelopen jaar 25% krimp gehad in onze export van veevoer, fruit en groenten. Dat ging allemaal naar Rusland, kan niet meer door die sancties. Moeten we mee stoppen. Het is helemaal niet in ons belang. Dus we moeten weer normale betrekkingen met onze oosterburen. We moeten stoppen met die krankzinnige euro. We moeten controle over onze grenzen terug, zodat we niet, zoals nu, overspoeld worden door totaal kansarme mensen die ofwel in de criminaliteit terechtkomen of in de illegaliteit, op een andere manier in de sociale bijstand enzovoort. Die kunnen helemaal niks bijdragen, moeten we mee stoppen. Dat zijn hele duidelijke maatregelen. En tot slot, en dat is het punt wat ik al maakte, we moeten veel meer directe democratie in Nederland hebben. We moeten dat partijkartel doorbreken. We moeten als bevolking veel meer te zeggen krijgen. Ja, mensen hadden vroeger iets te kiezen, maar dat was allemaal duidelijk. Hè? Was een arbeider, dus stemde men PvdA en ging naar de kerk. Die heilige huisjes die zijn eigenlijk verdwenen. Dus mensen zijn ook zoekende. Hoe komen ze nou bij jou terecht? Wat zorgt er nou voor dat jij die rots in de branding bent? Wat ik merk, wij gaan het hele land door. We zijn op 13 december hier in Tiel, maar we zijn ook in Leeuwarden, in Den Helder, in Rotterdam, Nijmegen, overal. En in die zalen klinkt bij mij twee dingen. De eerste plaats, mensen zijn helemaal klaar met de gevestigde orde, de gevestigde politiek. Men vertrouwt Rutte niet meer en terecht, want die man heeft zoveel gelogen dat zijn neus tot weg. Gaat het aan alle kanten? Dat gaat door de hele samenleving. Terecht en onterecht.
Dat hij gelogen heeft, vind ik in elk opzicht onterecht. Ik vind niet dat je moet liegen. Hij heeft dingen beloven van die wist dat hij niet kon waarmaken. Dat mensen dingen beweren of niet. Dan heb ik het over de kiezers. Een halve waarheid wordt een waarheid en niet. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. Nou, misschien. Maar in elk geval heeft Rutte een bijzonder slechte geschiedenis van eerlijkheid. En ik denk dat de Nederlandse bevolking daar geen enkel vertrouwen meer in heeft. Hetzelfde geldt voor de Partij van de Arbeid. Die hebben toch keer op keer ook laten zien dat ze niet de belangen van de Nederlandse bevolking centraal stellen. Mm-hmm. Maar hun eigen belangen, de belangen van speciale groepen die eigenlijk PvdA-afdelingen zijn, zoals vluchtelingenwerk en Europese fondsen en weet ik wat allemaal. Daar willen mensen vanaf. Daar is echt in Nederland zo'n grote onvrede, en terecht, met die gevestigde politiek. Tegelijkertijd voel ik in al die zalen dat mensen niet goed weten wat is nou een geloofwaardig alternatief. Want je kunt wel op Wilders stemmen, je kunt wel een proteststem uitbrengen, maar waar brengt je dat? Wat krijg je dan? Die man gaat toch niet regeren? Dat is alleen maar negatief. Terwijl wat ik denk dat een ontzettende behoefte is nu in een positief verhaal. We zijn Nederland, we zijn een van de meest vindingrijke, flexibele, dynamische samenlevingen op de wereld. Waarom formuleren wij niet een droom waar we staan over 20 jaar, 25 jaar? De kern is vertrouwen. Vertrouwen, maar ook liefde voor onze eigen manier van leven. Onze eigen tradities, onze eigen cultuur, onze taal. We hebben een soort idee gekregen dat wij allemaal helemaal niks waard zijn. Vind jij dat de multiculturele samenleving, vind jij dat die geslaagd is of niet? Die is niet geslaagd. Wat gaan we daar dan vervolgens aan doen? Ik denk dat precies dit de kern is van dat gebrek aan zelfvertrouwen. Op het moment dat wij niet kunnen zeggen tegen nieuwkomers, je bent welkom, maar er zijn een aantal dingen die vinden wij belangrijk. Het zijn onze waarden. En die verdedigen we. Dat is een positief verhaal. Dus niet alleen maar negatief, jullie zijn criminelen, wat Wilders zegt, maar ook positief. Luister eens, je mag meedoen, maar wij houden van Nederland en we nodigen jullie uit ook van Nederland te houden. Daar is ongelooflijk veel behoefte aan in Nederland. In de hele westerse wereld trouwens, maar ook in Nederland. En Forum voor Democratie kan dat verhaal vertellen. Ja, en maar ook bewerkstelligen. Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat die multiculturele samenleving er al jaren is. Nou nee, er is eigenlijk geen multiculturele samenleving. Dat is precies het probleem. Er is een multiculturele apartheid ontstaan. We leven helemaal niet samen. Dat is mooi gezegd. En waar we naartoe moeten is wat ik multicultureel nationalisme noem. Mensen kunnen overal vandaan komen. Het maakt allemaal niet uit waar je vandaan komt. Het gaat erom dat je een aantal waarden en een aantal basisprincipes met elkaar deelt. En die moeten we veel duidelijker uitdragen. Dat heeft een deel te maken met wat we op de publieke omroep uitzenden. Want het is alleen maar Sylvana Simons en zelfhaterij. En we moeten in het onderwijs veel meer doen met een positief verhaal. Op dit moment is het zo dat als je in een achterstandswijk wordt geboren, opgegroeid, dan kom je heel vaak via slechter onderwijs ook niet eruit. Nee. Dat heeft onder andere te maken met een cultuur van islamitische scholen die we allemaal willen supporten. En vanuit uiteindelijk een soort zelfhaat van wie zijn wij met onze christelijke geschiedenis en onze manier van leven. Daar moeten we mee stoppen. We moeten zeggen, jongens, natuurlijk heb je een bepaalde culturele achtergrond, prima, mag je allemaal hebben. Maar dit is onze manier van leven en wij gaan daar veel strenger in zijn, veel meer discipline, zodat je ook uiteindelijk aan die mensen veel meer kansen geeft. Ja. En ik denk dat die combinatie van een ander discours, een ander debat, een andere levenshouding van ons, plus natuurlijk veel duidelijker optreden tegen criminaliteit, dat is belachelijk wat we nu doen, en aan de positieve kant onderwijs aanbieden waarin mensen ook echt kansen aanreikt, dan zul je wat gaan meemaken de komende 10 jaar. Laatste die we dan nog even behandelen, de zorg. Hoe gaan jullie dat regelen? Er is denk ik geen onderwerp op dit moment zo urgent en belangrijk als wat er misgaat in de zorg. In de afgelopen 10, 15 jaar, dus de helft van de rijksbegroting, gaat over 80 miljard per jaar. De afgelopen 10 jaar is het overhead, dus puur het stapelen van formulieren bij de zorgverzekeraars, van gemiddeld 2% gestegen naar 12%. Wij willen een moratorium, een deadline stellen aan de zorgverzekeraars, binnen 2 jaar dat terugbrengen naar onder de 8% en daarna onder de 5%. Anders raak je je vergunning kwijt. Heel duidelijk, ze weten allemaal wat het probleem is. Ze doen het gewoon niet omdat ze niet de managers willen aanpakken, de vriendjes. Ze willen niet snijden in het eigen vlees, moeten ze wel gaan doen. Tweede is, in de zorg zelf, 36-40% pure bureaucratie. Artsen, verplegend personeel zijn voor meer dan
derde van hun tijd alleen maar bezig met invoeren van formulieren. Er is een cultuur van wantrouwen ontstaan, die niet alleen heel inefficiënt, wij betalen er allemaal voor, maar die ook het plezier van de mensen in het werk ontneemt. Het is de overberegeling die ervoor zorgt eigenlijk dat alles vastloopt. En dat heeft weer de basis. Ja, en weet je, en er is een soort kritische massa. Als je op een gegeven moment te veel gaat reguleren, dan gaan die regels weer nieuwe regels voor zichzelf creëren. Ja. En in die spiraal zitten we. Dat moeten we doorbreken. En dan kom ik terug bij mijn eerste punt. Dat kan nu niet, omdat dat partijkartel, die gevestigde partijen, veel te veel gevestigde belangen hebben bij die zorgverzekeraars, waar sinds mensenheugenis VVD'ers en CDA'ers in het bestuur zitten, en omgekeerd in de lobbygroepen waar de Partij van de Arbeid zit. Dus die gevestigde partijen, die zijn niet in staat om dat open te breken, en daarom is er een nieuw geluid nodig, een nieuwe beweging, en Forum voor Democratie wil dat zijn. Nou, je hebt in ieder geval vuur genoeg. We gaan je veel succes daarbij wensen. Veel dank. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende week weer. Graag tot dan.